Hallo allemaal, Lars Daniels hier van Perswijn. Ik wil het even hebben over de droge Rieslings uit Duitsland uit het jaar 2019. Het is een aparte tijd natuurlijk. De release van dit soort wijnen uit 2019 is heel anders gelopen dit jaar dan in andere jaren, hè, door de corona. Er was natuurlijk geen pro-wijn, dus daar hebben we al niet de eerste wijnen kunnen proeven, de Gutswijnen heel vaak. Er was ook geen Mainzer wijnbeurzen later in het voorjaar, dus ook de ortswijnen die konden niet grootschalig gepresenteerd worden. Dus we hebben heel veel wijnen toegezonden gekregen, dus om thuis te proeven. Heel veel geproefd, dat heeft ook wel zijn voordelen, want je kunt het rustig op je eigen gemak, eigen tempo doen. En je kunt hele mooie vergelijkingen maken natuurlijk en onbevooroordeeld proeven. Gelukkig ging de primeurproeverij van de grote gewächsen, de VDP voorpremière Grote Lage, heet die in Wiesbaden eind augustus wel door. Perfect georganiseerd door de VDP, alle coronamaatregelen in acht genomen. En die proeverij die bevestigt eigenlijk wat we al een beetje vermoeden, dat 2019 echt een heel goede jaargang is voor droge Duitse Riesling. Het is net als 2018, want dat is dan toch het jaar waar je mee het gaat vergelijken. Net als 2018 een warm jaar, een droog jaar. Maar de wijnen zijn toch heel anders. En dat heeft met een aantal dingetjes te maken. Onder andere het verloop van het jaar aan het einde. 2018 was extreem vroeg. Vroege oogst. Het begon al in augustus. En in september waren de meesten helemaal klaar met Riesling ook. Ook een hele grote opbrengst. Een heel ruim jaar. Wijnen die heel lekker open waren al meteen in het begin, vrij gemakkelijk ook door milde zuren. Commercieel dus heel aantrekkelijk, maar misschien in de absolute top niet de meest spannende wijnen, wel een goed jaar. 2019 was later, bij Witman begon de oogst voor Riesling bijvoorbeeld eind september gewoon. Het heeft betere zuren vooral door de koelere nachten in augustus en september. Half augustus was ook de grote hitte een beetje voorbij. En dat heeft de zuren goed bewaard. De wijnen hebben ook een wat beter extract, meer verfijning eigenlijk. Net als 2018 zijn ze best toegankelijk in hun jeugd, maar ik denk dat ze meer potentie hebben op de lange termijn. Iets te meer werd ook wel weer duidelijk dat veel Duitse producenten inmiddels heel goed met droge warme jaren kunnen omgaan. Eigenlijk sinds 2015 is dat zeker het geval. De wijnen blijven mooi precies en fris. En dus de kwaliteit gaat er eigenlijk alleen nog maar op vooruit, vind ik. Grootes Gewächs geldt als het summum van de Duitse droge wijnen. Dat moet je met een korreltje zout nemen, want heel veel producenten hebben er toch stiekem nog wel een soort super cuvée boven staan. Wat de Club VDP denk ik niet altijd even leuk vindt. Maar de grootste gewächsen zijn de droge Grand Cru wijnen van Duitsland. En daar zitten een aantal van de allerbeste wijnen van Duitsland in die categorie. En ook van de wereld durf ik te zeggen. Een van de gebieden die uitblinkt in dit soort wijnen is Rhein-Hessen al de laatste 20 jaar. Voorheen natuurlijk een gebied wat een beetje verguisd werd door de goedkope wijnen die daar vandaan kwamen. Maar het is eigenlijk al tijden een van de grote uitblinkers. En we liepen zelfs de grappen op in Wiesbaden met een paar journalisten van waar zou Grootes Gewächs eigenlijk zijn zonder al die hele goede wijnen uit Rhein-Hessen van de laatste jaren. Vooral uit de Wonnegau. Heeft niet alleen te maken met natuurlijk de omstandigheden in Rhein-Hessen. Die zijn weliswaar heel erg goed. Het is een zonnig gebied. Je hebt een behoorlijke diversiteit aan terroirs. En langs de randen heb je veel oudere gesteenten, vulkanisch, leisteen, ook roodliegend. Dus daar kom ik zo nog wel op. In het midden heb je eigenlijk het kalk van het Mainzer Becken. En dat is op bepaalde plekken overwaaid met lus. Het is een zonnig gebied, vrij warm gebied. Maar het is niet alleen die klimatologische en wijnbouwkundige omstandigheden die aantrekkelijk zijn. Het zijn ook de producenten die er zitten, die geweldig daaraan bijdragen aan dat hoge niveau. In de Wonnegau zijn dat bij uitstek mensen als Dreyzigakker, maar ook uiteraard Klaus-Peter Keller en Philip Wittmann, waarvan ik drie wijnen heb geproefd die ik als voorbeeld ga gebruiken.
Dit zijn geen grosse kweksen. Ortswijnen zijn het, dorpswijnen, dus eigenlijk het tweede niveau. Ook hele goede wijnen, soms van niveau grosses kweks, durf ik zonder meer te zeggen. En in Rijnhessen hebben ze daar sinds 2018 de beste ortswijnen hebben een soort tussencategorie. En die heten ortswijnen als Erstenlagen. En die komen dus, dat zijn dorpswijnen die geen wijngaardnaam op het etiket dragen, maar ze komen wel degelijk uit Premier en Grand Cru wijngaarden zelfs. Een soort ortswijn deluxe eigenlijk. Hè? Ze hebben het weer wat moeilijker gemaakt, daar houden de Duitsers van. En dat vinden de journalisten en zo ook altijd leuk, want dan heb je meer te vertellen en meer te schrijven. Philip Wittmann is een grote meneer in Rijnhessen en sowieso in de Duitse wijnbouw. Niet zozeer qua omvang hoor, van het wijngoed. Het is aanzienlijk, het heeft 30 hectare. Hij heeft het overgenomen van zijn ouders al een tijd geleden. Hij runt het samen met zijn vrouw Eva Klusseraat, die natuurlijk ook de wijnen maakt voor wijngoed Ansgar Klusseraat uit Trittenheim aan de Mosel. Die 30 hectare die worden al 20 jaar biologisch en biodynamisch ook bewerkt. De ortsrieslingen die worden spontaan vergist, dus er wordt geen gist aan toegevoegd. En dat gebeurt allemaal vooral in groot oud hout. Ze blinken uit door een bepaalde intensiteit, maar ook elegantie en precisie. Dat woord precisie, dat vraagt om een beetje uitleg, denk ik. Het zijn wijnen met grote zuiverheid en spanning en de details en de nuances zijn ontzettend mooi uitgewerkt. En ze hebben ook beduidende lengte, heel hoog niveau voor ortswijnen. Allereerst is het de Kundersheimer Riesling. Kundersheim is een dorpje dat ten westen van Westhoven ligt. In Westhoven is Philip Wittmann het wijngoed gevestigd. Kundersheim ligt zo'n beetje tegen de A61 aan. De snelweg die een beetje de ader is van de wijnbouw in Duitsland. Het zijn wijngaarden die heel erg in trek zijn de laatste jaren. Veel goede wijnboeren hebben daar percelen tegenwoordig. Dit zijn wat jongere stokken, heb ik me laten vertellen. Een wijn die heel goed in elkaar zit. Loepzuiver, citrusfruit, een beetje ananas. Het is licht floraal en licht kruidig. Het is best rond, maar totaal niet vet. Het is mooi precies. De zuren zijn verpakt, dus die steken er niet uit. Die zijn totaal niet agressief. De wijn heeft een goede lengte en ook een goede balans. Echt een prachtig niveau ortswijn. De volgende wijn is de Westhovener Riesling. Dat is een van de paradepaardjes toch wel van Wittmann. Westhoven is natuurlijk het dorp waar hij zit. En deze wijn stamt uit een heleboel goede wijngaarden van Westhoven, zoals Morstein, Brunnenhäuschen, Auleerde, Kierspiel. Eigenlijk allemaal grosses gewächs wijngaarden. Rijpe grapefruit, licht exotisch fruit, fijne reductie. Dat is wel mooi, hè, dat die wijnen dat soms zo hebben. Dat een beetje dat vuursteenachtige wat Witte Bourgogne, eigentijdse Witte Bourgogne ook zo heeft. Dat gaat er natuurlijk wel vanaf. De smaak is heel fris, heel intens. Het heeft een bepaalde ziltigheid en zoutige ondertoon die je mineraliteit zou kunnen noemen. Het is echt lang en dit heeft wat mij betreft grosses gewächs niveau. Zeker als je dat zou afzetten tegen grosse gewächsen van wat minder goede producenten. En tenslotte gaan we naar het noordoosten van Rijnhessen. Dan zitten we aan de Rijn. Op een terroir dat heet de Roterhang. Ik heb er laatst in Perswijn een groot artikel over geschreven. Dat ligt zo tussen Nackenheim en Nierstein. En de bodem bestaat daar uit rode leem met stukken gesteente erin. En dat gesteente heet Rotliegend. Dus dat is een gesteente dat onderdeel vormt van het onderdeel is van het Saarnaarbekken. En dat zijn allemaal, dat is een gesteente dat is afgezet gecreëerd in tijden dat het heel warm was in het Perm. Veel vulkanische activiteit. En vandaar dat het ook zo rood gekleurd is. Er zitten heel veel ijzeroxide in. De wijngaarden liggen op het oosten of op het zuidoosten. Kijken naar de Rijn. En dat, die hele situatie, dus de ligging en het gesteente, geeft heel andere wijnen dan in Westhoven. In Westhoven heb je heel veel kalkhoudende bodems. In Kundersheim ook. Het hele zuiden van Rijnhessen heb je dat eigenlijk.
Maar de rotorhang is dus compleet anders. Daar zit geen kalk in de bodem. En dat geeft andere wijnen iets ingetogen, iets meer aards en rokerig en kruidig. Een beetje rode appel, ook wel wat citrusfruit, maar lang niet dat felle citrusfruit van die Westhovener bijvoorbeeld. Ja, het is heel mooi intens en compact. Het heeft veel druk, dus je voelt de kracht als het ware in de mond zonder dat het vettig of breed is. Druk am Gaumen zeggen de Duitsers dan zo mooi. Het heeft de ronde zuren, hè? Wel goede frisheid, maar eigenlijk ronde zuren en mooie bitters, een beetje zouten, grote lengte. En vergeleken met de Westhovener is het eigenlijk slank, maar heel compleet. Een fantastische ortswijn die ook, wat mij betreft, het niveau Grootsgewächs heeft. Het is een geweldige manier, denk ik, om die wijnen zo te kunnen proeven. Hè, dat je ze zo rustig naast elkaar met elkaar kunt vergelijken en beoordelen. Dus ik zou zeggen, probeer dit soort wijnen te vinden. Ze worden in Nederland geïmporteerd door Pallas Wines. En die heeft heel veel wederverkopers. Dus ga daar naar op zoek, zou ik zeggen. Ze zijn veel waar voor hun geld. En ga ervan genieten. Dat heb ik ook gedaan. Je kunt zien, de flessen zijn helemaal leeg. Dus ze zijn niet alleen geproefd, maar ook met veel genot en plezier gedronken. Proost!